Focus hier en leuk dat je weer kijkt naar de nieuwe video. Laatste tijd heb ik heel veel onderzoek gedaan naar allemaal verschillende aandelen. En in mijn optiek heb ik weer iets moois gevonden. Dus het is tijd om het aandeel te analyseren en daarna toe te voegen aan het portfolio. Want dit is namelijk een nieuwe aflevering in de serie een aandelenportfolio opbouwen. Dus laten we snel beginnen. Het gaat om een SPAC, dus dat is een bedrijf wat via een merger op de aandelenmarkt komt. Het gaat om AvePoint, die gaat mergen met Apex Technology Acquisition Corporation, dus terug te vinden onder tickersymbool APXT. In het eerste gedeelte van de video analyseer ik het aandeel en daarna gaan we het aanschaffen bij de Giro, want dan koop ik zoals de meeste Nederlanders ook mijn aandelen. Mocht je interesse hebben om een account aan te maken, in de beschrijving staat een linkje naar de Giro. Registreren via die link helpt ook nog eens het kanaal, dus dat zou ik altijd waarderen. Goed, even in het kort, wat is AvePoint? Ze zijn de grootste softwareleverancier van SaaS-oplossingen. Dat staat voor Software as a Service. En dan voornamelijk voor het migreren, het beheren en het beschermen van data voor Microsoft 365. En dat gebeurt ook nog eens allemaal in de cloud. Dus je moet het eigenlijk zien als de oplossing voor gegevensbeheer voor heel veel verschillende bedrijven. Ook zorgen ze ervoor dat het allemaal wat productiever verloopt, maar ook dat het veiliger verloopt. Dus je kan het eigenlijk zien als het hele proces wat AvePoint overneemt, waardoor het allemaal wat soepeler verloopt, maar vooral veiliger verloopt. En ze zijn ook nog eens marktleider in data management voor Microsoft Cloud. De merger zal waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2021 afgerond worden. Het tickersymbool zal dan ook veranderen naar AVPT. Op dit moment hebben ze meer dan 1300 werknemers in 29 kantoren over de hele wereld. Meer dan 7 miljoen gebruikers maken ook gebruik van hun service. Elke organisatie heeft natuurlijk ook wel hulp nodig met de data, want steeds vaker gaat alles online. Dus er komt steeds meer data bij die je moet beheren en ook dat je natuurlijk moet beschermen. En het wordt dus ook steeds moeilijker om alles perfect te laten verlopen, want er komt heel veel data bij in een heel rap tempo en al die data moet goed verwerkt worden en goed beschermd worden. En AvePoint biedt dus de oplossing. Zeker door het virus vanaf maart is de groei van cloud data dus hartstikke hard gegaan. Dus steeds meer mensen werken vanuit huis en heel veel bedrijven gebruiken op dit moment al Microsoft 365. In 2020 was er namelijk sprake van 250 miljoen gebruikers. Daarvan gebruiken 7 miljoen gebruikers AvePoint. In de toekomst verwachten ze dat het aantal gebruikers van Microsoft 365 verdubbelt van 250 miljoen naar 500 miljoen. Alleen is het niet duidelijk of ze denken aan 2022, 2025 of 2030. Dat kon ik dus niet terugvinden, dus dat was wel een minpunt. Ze verwachten wel dat AvePoint bij 500 miljoen gebruikers 10% van die gebruikers zal ondersteunen. Dan heb je het dus over een groei van 7 miljoen gebruikers naar 50 miljoen gebruikers. En op dit moment heeft AvePoint al heel veel grote klanten binnen in heel veel verschillende sectoren. En ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar je ziet natuurlijk duidelijk aan dit overzicht dat ze iets aanbieden wat heel veel grote bedrijven echt nodig hebben. Of het nou een Disney, een Volkswagen, een Pfizer, een JP Morgan, de IRS of Siemens is. Het is dus heel erg duidelijk dat dit geen opkomend bedrijf is die nog aan de weg moet timmeren. Je hebt het echt over een grote speler in de sector van cloud data management. En het voordeel van heel veel grote klanten in heel veel verschillende sectoren is dat ze niet afhankelijk zijn van één klant. Je wilt niet als bedrijf zijnde 70% van je omzet halen uit één samenwerking. Want als die samenwerking tot een einde komt, heb je in één keer een probleem. Dat is enorm risicovol. Maar door de enorme spreiding met heel veel verschillende klanten in heel veel verschillende sectoren is dat risico minimaal. De illustratie laat het ook wel goed zien, AvePoint biedt dus de oplossing. En zoals ik net al aangaf, ze hebben natuurlijk al heel veel grote klanten, maar door de enorme groei van data bevinden ze zich in een situatie waar ze heel veel groei kunnen meemaken omdat steeds meer bedrijven genoodzaakt zijn om een oplossing te vinden voor al die data. En het is natuurlijk ook logisch dat ze een grote groei verwachten als ze ervan uitgaan dat er op dit moment van 250 miljoen gebruikers van Microsoft 365, ze gaan naar 500 miljoen gebruikers. En daar gaan ze natuurlijk ook van profiteren. Maar waar ik vooral blij van word zijn de financiën. De year-to-date 2020 cijfers lopen tot 30 juni.
en ziet de groei in totale omzet ten opzichte van 2019. 51 miljoen omzet naar 66 miljoen omzet. Groei van 29%. De recurring revenue, dus dat is terugkerende omzet, dat groeit ook keihard. En dat is iets wat je heel graag wilt zien. Want dan weet je namelijk wat je volgend jaar weer kan verwachten. Want je hebt heel veel contracten, heel veel abonnementen lopen, dus dan weet je een beetje wat je kan verwachten. Van 36 miljoen in 2019 naar 49 miljoen in 2020. Dat is 34% groei, waardoor de terugkerende omzet 74% uitmaakt van de totale omzet. Bij softwarebedrijven is de marge vaak hoog, maar boven de 70% is niet heel erg gebruikelijk, dus dat zijn ook nog eens prachtige cijfers. En de verwachting is dat ze blijven doorgroeien de komende jaren. In 2019 was er natuurlijk een omzet van 117 miljoen. 71% van de omzet kwam dus door de terugkerende omzet. Dat is al hoog, maar je ziet het percentage naar verwachting steeds hoger worden. Van 71% in 2019 naar een verwachting van 78% in 2020. En als we kijken naar 2022 is er zelfs een verwachting van 85%. 2020 is op dit moment natuurlijk nog niet voorbij en je moet ook weten dat dit namelijk data is wat gepubliceerd is in november en daarom hebben ze dus nog een verwachte omzet voor 2020 en die verwachte omzet is 148 miljoen. Dat zou dus een groei in omzet van 26% betekenen ten opzichte van 2019. In 2021 is de verwachting dat ze een omzet draaien van 193 miljoen, nou, dat is 30% groei ten opzichte van 2020. En in 2022 verwachten ze een omzet te draaien van 257 miljoen. En dat is dus een groei van 33% als je kijkt naar 2021. Verwachting is dat 85% van de 257 miljoen omzet door terugkerende omzet komt, met een marge van 74%. Als ze die verwachtingen kunnen realiseren, spreek je over fantastische cijfers. Ik hoop als belegger zijn natuurlijk dat die cijfers ook daadwerkelijk behaald kunnen worden, maar het zijn wel hele hoge verwachtingen. Dus het is even afwachten of ze die verwachtingen ook daadwerkelijk in kunnen vullen, dat weet je natuurlijk nooit, maar als ze dat voor elkaar krijgen, ja, dan heb je echt een fantastisch bedrijf. En dan is het nu dus daadwerkelijk tijd om het aandeel toe te voegen aan de Giro-portfolio. Maar voordat we dat doen, zou ik het echt waarderen als je nieuw bent nog heel eventjes te abonneren. We komen namelijk in de buurt van de 14.000 abonnees. Dat is het doel aan het einde van 2020. En een like zou ik ook waarderen. Dit soort video's kosten veel tijd, want het analyseren, de hele video maken, er gaat gewoon wat uren in zitten. En een like helpt het kanaal. Dus als je even een like achterlaat, zou ik dat ook absoluut waarderen. En dan is het nu tijd om inderdaad aandelen toe te voegen aan het portfolio. Zoals ik al zei in het begin van de video, als je interesse hebt om een account aan te maken bij de Giro, in de beschrijving staat een linkje. Het doel van deze serie is om natuurlijk te laten zien hoe ik een portfolio aan het opbouwen ben met 2500 euro per maand. Dat begon namelijk op 1 december. Toen had ik namelijk ook de vraag gesteld wat het maandbedrag moet zijn. Er waren drie opties. 2500 euro per maand, 5000 euro per maand of 10.000 euro per maand. Nou, jullie kozen voor 2500 euro per maand. Maar ik merkte wel in december dat het misschien iets te snel ging. Ik had in de eerste twee weken al iets van 2170 euro zo'n beetje uitgegeven. Dus dat geeft wel aan dat het misschien iets te snel ging. Als ik het opneem is het natuurlijk 18 december. De kerstdagen komen eraan. Oud en nieuw komt eraan. Dus het maakt niet heel erg veel uit. Alleen merk ik wel dat ik volgende maand het ietsjes beter moet verdelen. Nu deden we het vooral in de eerste 10 dagen van december dat alle aandelen werden aangeschaft. En ik wil gewoon vasthouden aan die 2500 euro per maand, want daar vroegen jullie natuurlijk om. En dan is het een beetje krom om meteen in de eerste maand 3600 uit te geven. In januari misschien 4100. Ik wil gewoon vasthouden aan die 2500 euro per maand. En dan gaan we gewoon gelijk over op het aanschaffen van inderdaad de aandelen. Zoals je ziet is de vrije ruimte nog 329 euro. Nou, dat zal allemaal gestopt worden in het aandeel. Het aandeel is natuurlijk terug te vinden onder tickersymbol APXT. Zoals je hier ziet staat nog onder Apex Technology Acquisition Corporation. Dat zal dus veranderen als de merger in het eerste kwartaal van 2021 is afgerond. Zoals je ziet hier staat er nog dat de 15 minuten vertraagd is. Dus het kan geen kwaad om een extra tabblad open te hebben voor de daadwerkelijke koers. Dat is natuurlijk wel jammer, maar je ziet inderdaad dat het nu $14.17 is. Ik druk dan hier op koop. De vrije ruimte die heb ik natuurlijk net zelf eventjes aangevuld. Maar dan komen we ongeveer uit op 2500 euro. Het kan een paar
paar cent schelen, maar dat maakt natuurlijk ook niet heel erg veel uit. Dan zet ik de limiet even zien, was het inderdaad $14.17. Dat zal denk ik even uit mijn hoofd 27 of 28 aandelen. 28 aandelen kan ik daar hiervan kopen inderdaad. Ja, dat is gewoon logisch, omdat ik gewoon niet meer kan kopen. Anders ga ik over die €2500 per maand heen. Krijg je dus 28 aandelen voor. Ik zal inderdaad de order eventjes nog even kijken of het niet omhoog is gegaan. 14,19. Sommige mensen hebben gevraagd waarom ik niet gewoon een market order doet. Ik heb wel eens in het verleden meegemaakt met een market order dat het precies op dat moment keihard omhoog ging. Dat ik in één keer tegen een veel hogere prijs heb ingekocht. Dus ik bouw eigenlijk altijd een beetje een zekerheidje in om de limit order in te vullen. Zodat ik zeker weet dat hij voor dat bedrag wordt gekocht. Gaat hij over het bedrag heen, dan is het gewoon een kwestie van even wachten. Het blijkt een beetje omhoog te gaan. Ik zet hem gewoon op 14,21. Is natuurlijk ook nog steeds een prima prijs. Dat komt neer op €325. Dan verplaats ik inderdaad de order. Je ziet inderdaad 59 cent aan transactiekosten. Nou, op een bedrag van €325 is natuurlijk minimaal. En dan bevestig ik natuurlijk de order. Het kan altijd heel eventjes duren voordat het wordt doorgevoerd. Nee, het is eigenlijk instant. Op een prijs van $14.18. Dan kan je naar het portfolio gaan en dan zie je inderdaad dat hier het aandeel is toegevoegd. Het staat op dit moment op min 1,39%. Het heeft natuurlijk mee te maken dat het een kwartiertje vertraging heeft. En een kwartier geleden was de koers nog $14.22. Vandaar dus dat het een beetje een scheef beeld geeft. Nu zie ik eigenlijk dat het alweer klopt omdat het hier weer in de plus staat. Nou, het maakt eigenlijk niet heel veel uit. Je investeert toch op de lange termijn. Maar voor de rest doet het portfolio trouwens ook echt prima. Vandaag een goede dag voor Ted to a Chef. Staat sinds 1 december, want toen is natuurlijk deze serie begonnen. Staan we al op 40% in de plus, is echt niet te geloven. Je ziet natuurlijk ook met Genius Sports, dat is natuurlijk ook een spec, staat op 28% in de winst. Een Dropbox staat op 17% in de winst. NIO had het een tijdje moeilijk, ik had natuurlijk ook een update video over gemaakt. De gemiddelde aankoopprijs was $44.63. En ik zei nog, als we in de buurt komen van de $38, dat ik de positie zou uitbreiden. Nou, dat gebeurde niet, bleef een beetje schommelen tussen de $40 en de $41. En sindsdien is het eigenlijk alweer hersteld. Je ziet nu een huidige koers van meer dan $47, waardoor we bijna 5% winst hebben behaald op NIO. Dat is natuurlijk wel ongerealiseerde winst, daar moet je altijd vanuit gaan. Het is pas winst als je daadwerkelijk laat uitbetalen, maar het zijn natuurlijk allemaal aandelen voor de lange termijn. Ik heb helemaal niet de intentie om binnen een maand bijvoorbeeld uit te cashen. Dit is puur een portfolio dat je kan zien dat lange termijn beleggen heel lucratief kan zijn. Want op dit moment is er natuurlijk €2500 belegd in totaal. Want dat zijn namelijk de bedragen die ik heb gebruikt om deze aandelen te kopen. Maar je ziet natuurlijk ook alweer boven dat de totaalaccount op meer dan €3000 staat. Hier zie je de dag, hele goede dag natuurlijk, €126, oftewel bijna 5% op één dag winst. Zal natuurlijk ook wel weer een dag weer omlaag gaan. Het kan niet alleen maar omhoog, was het maar zo'n feest. Maar je ziet toch wel weer dat de totale ongerealiseerde winst op dit moment over de €500 staat. Nou, dat vind ik toch wel een mooi resultaat. En want we moeten natuurlijk weten dat het portfolio nog niet eens 3 weken geleden is begonnen. Dus dat is een heel snel resultaat. Maar dat is natuurlijk de korte termijn. Dit kan natuurlijk op een gegeven moment ook weer de andere kant op gaan. Dat is het gewoon met beleggen. Daarom altijd vasthouden aan de lange termijn. Maar het kan natuurlijk geen kwaad als meteen een Ted to a Chef met 40% in de plus staat. En natuurlijk een Genius Sports wat in de buurt komt van de 30%. En een Dropbox in de buurt van 20%. Dat zijn natuurlijk allemaal hele mooie percentages. Voor nu kom ik wel het einde van deze video. Wil je vaker van dit soort video's zien, vergeet het zeker niet te abonneren. En ik zie je graag terug bij een volgende video. Later.